Een plek waar de toekomst van Suriname vorm krijgt door de stem en visie van de jongere generatie te laten horen, is het doel voor de oprichting van de NDP Jongeren Denk Tank. Deze organisatie zal volgens voorzitter Donaghy Malone jonge professionals betrekken en inspireren en ze een platform aanbieden voor discussie en besluitvorming over maatschappelijke, economische en politieke kwesties. We doen het geen niet meer mee, de drie pijlers. Maar als denktank zijn we iets creatiever geweest om te praten over meedoen, meedenken, meepraten en meebeslissen. Over uiteenlopende sociale, economische, milieu, technologische innovatie en politieke ontwikkeling. U heeft bijna van elk van dit onderwerp vanavond een spreker gehad. Onze visie is daarvoor namelijk, de NDP Jongeren Denk Tank is het meest inspirerend en dynamisch kennisnetwerk van jongs professionals in Suriname. Onze doelen zijn het volgende. We willen actieve participatie stimuleren. We willen analyse en interpretatie van politieke, sociale en maatschappelijke vraagstukken highlighten. We willen capaciteitsversterking voor alle besturen die u in een nutshell heeft gezien eerder in de presentatie van het Jongereninstituut, om ze te helpen bevorderen. De NDP Jongeren Denk Tank heeft enkele doelen die ze wil halen. Het gaat om het stimuleren van actieve participatie, werving van young professionals en nog meer. Malone vertelt aan wie behoort tot de doelgroep van de Jongeren Denk Tank. Als doelgroep? Eerder zag u, zeiden ze, als je iets ouder bent dan 35, want jongen is 16 tot 35, dan sluit je aan bij de denktank. Maar eigenlijk hebben we ons doelgroep een beetje afgebakend. En niet dat we mensen uitsluiten, maar onze focus zal sterk gelegd zijn van de jongeren tussen de 18 en de 45 jaar. Die gespecialiseerd zijn en relevante ervaring hebben in uiteenlopende disciplines. Het is belangrijk om te kijken naar hoe zullen we die strategie omgaan. En we zijn niet bang om de strategie met u te delen en ook met ieder die niet hier aanwezig is. Omdat het belangrijk is dat we zoveel als mogelijk leden willen werven binnen Denk Tank. Het organiseren van politieke, bestuurlijke en maatschappelijke discussies. We willen kijken naar het maken van politieke statements. We willen adviseren van de jongeren, structuren, onze DNA-leden, etc. binnen de partij. Het voorlopig bestuur van de NDP Jongeren Denk Tank bestaat al uit 7 leden. Ze zullen in de toekomst meer leden werven die de organisatie kan aanvullen.